Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit leuke, simpele dasje haken. En ik heb er heel veel plezier in het haken. En ik zie dat jullie dat ook hebben. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en het abonneren. Stuur maar foto's in als je het klaar hebt. Je kunt ook een patroon kopen van dit dasje. Stuur mij een messengerbericht, ik stuur een tikkie en je hebt het patroon binnen een dag binnen. Ik zou zeggen, snel kijken, maar kijk, het is gewoon een heel simpel dasje. De wol is van de Action. Ik heb er een vast randje omheen gedaan. En meer, hoef ik er niet zo over te vertellen. Het is gewoon fijn om een lekker dasje te hebben. En dasjes haken is ook leuk. Ook voor beginners. Dus ik zou zeggen, even goed erin doen. Zo. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Doe lekker mee. Tot zo. We gaan dus beginnen aan de Suzette steek. De Suzette stitch wordt hier ook wel genoemd. Ik heb hem al een keer gefilmd en maar toen was het één stokje anders en was het de golfje steek, maar officieel is het de Suzette stitch en deze heb ik met een stokje extra gemaakt zodat je met deze wol in ieder geval een mooier resultaat krijgt. Ik ga eerst even uitleggen de Scarfy Cake, wat dat is. De Scarfy Cake is van Action, van Made by Me. En het is garen met een heel leuk glitterrandje erdoor. Je kan hem uit het midden halen om te haken, maar ik ben aan de buitenkant begonnen. De Scarfy Cake is van 61% katoen, 34% acryl en 5% polyester. En omdat er zoveel katoen in zit, hier 61%, ja, hij draagt ook goed en lekker. Het is, valt heel soepel. De kleuren zijn heel mooi. En er zit 440 meter op. Ik zal je zo vertellen hoe lang deze sjaal is geworden. Van 1 bol Scarfy van de Action. Je hebt nog meer nodig hoor. Een stopnaaldje om je draadjes mee weg te werken, altijd met een botte punt. Ik heb haaknaald nummer 6 gebruikt en dan kijk ik heel even. Hier staat op haaknaald nummer 5 tot 6. Een handwasje en niet in de droger, maar goed, het is katoen en ja, ik zou het wel aandurven om hem op 30 graden te wassen, maar er staat op handwasje. Maar je had dus nodig haaknaald nummer, of je hebt nodig nummer 6. Kijk, je hebt het gewoon, deze steek is heel makkelijk te maken en ook voor beginners en je kan hem bij de tv haken. Dus haaknaald nummer 6 maakt het ook een heel mooi resultaat. En natuurlijk een schaartje. Dit schaartje heb ik besteld bij AliExpress. Daar wordt wel veel naar gevraagd van, oh wat een leuk schaartje heb je. Maar ik zal de link hieronder zetten, zodat je ook dit schaartje kan bestellen. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Ik pak even de centimeter bij. We hebben als afmeting 18 centimeter. En ik heb uit één zo'n bol van die 440 meter heb ik 1,40 meter das gehaakt. Dus eigenlijk de breedte 18 centimeter. Ligt eraan natuurlijk, als je los haakt is hij iets breder en als je strak haakt natuurlijk smaller. En dan gaan we zo beginnen. Tot zo! De steek van de Suzette stitch is deelbaar door 3. En je zet in het begin altijd 1 losse op, dus iedere keer
als jij dus de breedte hebt van deze sjaal, van die 18 centimeter, dan is de steek deelbaar door 3. En dat betekent dat als ik die 18 centimeter wil aanhouden, dat ik ben begonnen met 27 steken. Dus deelbaar door 3 is 27. En 1 begin lossen. Nou, ik leg het even opzij. En dan gaan we met deze leuke wol beginnen. Er zit echt een heel mooi glittertje in. Op film zie je dat misschien ook wel. Ik zal hem even iets dichterbij proberen te halen. Zie je? Een hele mooie schittering zit erin. Dus doordat de steek deelbaar door 3 is, ik ben begonnen met 27 lossen op te zetten plus de begin lossen. Je begint met een opzetlus. Je steekt je haaknaald erdoor. En als je 18 centimeter breed wil hebben, dan zet je 27 losse steken op. 1, 2, 3. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb nu 27 losse steken opgezet. Kijk, en wil je natuurlijk de sjaal breder, dan zet je er elke keer 3 bij. En om het begin te maken, maak je eerst de eerste opzet losse, zeg maar, de losse. Dan ga je in die tweede steek hier ga je een vaste zetten. Omslaan door 1. Omslaan door 2. Dat is de vaste. In diezelfde opening maken we nu 3 stokjes. Eén, twee, drie. Dan gaan we 3 steken overslaan en ik vind het heel moeilijk te zien met filmen, maar het is, wacht, ik pak eventjes iets om aan te wijzen erbij. Stopnaaldje. We gaan 3 steken overslaan. Dus 1, 2, 3. Het is heel moeilijk te zien. Ja, ik zie het nu heel goed. Kijk, dan duw je een beetje je steken zo zodat het loskomt. Dus 1, 2, 3. Die sla je over. En in de vierde, daar zet je weer een vaste. Dus dan ga je je steek pakken in die vierde steek. Dus je slaat 1, 2, 3 steken over en in die vierde steek daar maak je weer een vaste, omslaan door 2. Dan gaan we omslaan en we zetten 3 stokjes weer in diezelfde steek. 1, 2, 3. Dan gaan we weer 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde daar zetten we weer een vaste. Omslaan door 1, omslaan door 2. Dan gaan we weer in diezelfde opening gaan we 3 stokjes zetten. En het ziet er nu een beetje vreemd uit. Maar dat is altijd in het begin. De beginketting, die trek je eigenlijk helemaal open. Dan denk je, oh jee, ik maak het niet mooi. Maar kijk, als je een beetje zo trekt aan je beginketting, dan zie je dat dit het begin is en dat het echt helemaal goed komt. En zo maak je de hele toer af. Je slaat er 1, 2, 3 steken over. En in die vierde, je steekt gewoon in. Je haalt je draad op en je slaat om door 2. Dan ga je in diezelfde opening 3 stokjes maken. Kijk, en dit is de Suzette stitch. En ik heb er gewoon 3 stokjes van gemaakt. Omdat dit garen is vrij dun. En ik heb een vrij grote haaknaald.
Maar het valt echt heel mooi en je kan echt als beginner een hele leuke das maken. Dus 1, 2, 3 overslaan en in de vierde weer een vaste. En in diezelfde opening 3 stokjes. Zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde aangekomen en op het einde pak je de laatste steek en daar zet je een vaste in. En zo eindig je iedere toer. Je slaat om door 2. Dus iedere toer eindig je met een vaste. En je begint iedere toer met een losse. Dus we gaan een losse maken. En je keert je werk zo als een blaadje. Zodat je je werk weer links hebt en je haaknaald rechts. Je hebt die losse al gedaan voor je toer te beginnen. En dan begin je weer in de eerste opening met een vaste. En als je verder bent met je haakwerk, dan zie je precies hoe het werkt. Dus dit is de vaste. En dat klinkt heel raar, maar hier ga je weer 3 stokjes in maken. In die eerste opening, in deze opening. Ik zal kijken of ik hem nog iets dichterbij kan halen, het beeld. Even scherp stellen, momentje. Zie je, in deze opening. Even kijken, ja, nu is hij scherp, in deze opening. Daar zet je 3 stokjes. Dus je kan deze steek lekker bij de TV haken. En nu komt het leuke, vind ik, van het werk. Je gaat dus die 1, 2, 3 stokjes overslaan. En dan ga je in deze opening waar die vaste zit. Tenminste, ja, hier is gewoon de derde steek, 1, 2, 3, dus de vierde steek, daar zet je de vaste in. Dus dan haal je eigenlijk je steken over dit boogje heen. Dus daar zet je je vaste in. En dan ga je in diezelfde opening weer 3 stokjes maken. Even mijn garen pakken. Twee. Drie. Dan sla je weer 1, 2, 3 steken over en in deze opening daar ga je weer een vaste zetten. Zie je? Even iets verder weg, want anders wordt het te onscherp. Even deze opzij, dan kan hij goed inzoomen, het beeld. Dus ik heb net die vaste gezet. En nu gaan we weer in die opening, gaan we weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Je slaat weer 1, 2, 3 steken over. 1, 2, 3 sla je over en in deze opening, hier ga je weer een vaste zetten. En weer 3 stokjes. 1, 2, 3. Zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu
bijna op het einde, dus ik ga nu hier 1 2 3 stokjes overslaan en in deze opening deze steek, daar zet ik een vaste en in diezelfde opening weer 3 stokjes, 1 2 3. Dan zijn we bijna op het eind en dit is het lastigste, vind ik, van deze steek, maar de zijkanten worden heel mooi recht. Ik zal het zo laten zien. 1 2 3 steken sla je over en het einde, je eindigt altijd met een vaste en een, en je begint weer met een losse. Dus je moet deze steek pakken en dan pak je wel 2 lussen. Dus het einde is echt eventjes, en zeker in het begin van je werk. En dan pak ik heel even een momentje hoor. Hier was mijn naald. Kijk, als je even met je stopnaald hier die steek oplicht, dan weet je, daar moet je in. En dan steek je pas je haaknaald erin. Omslaan door 1, omslaan door 2. Dit is de vaste. En dan 1 losse. En zo krijg je altijd hele rechte zijkanten. Maar ik laat even de sjaal zelf zien. Kijk, je ziet dat je iedere keer geëindigd bent in die laatste steek. En zie je hoe mooi deze zijkant loopt? Die loopt echt heel mooi recht. Het is echt een hele mooie steek om je zijkanten heel mooi recht te laten lopen. En ik begin dus weer. Ik heb wel mijn stopnaald even bij de hand gehouden, want die zijkant is wel belangrijk. Ik heb al een losse gedaan, dus ik keer nu het werk. En zie je hoe leuk dat het wordt? Het is echt heel makkelijk. Dus je begint echt weer in die eerste opening. Ik zal even goed weer inzoomen. Hij moet heel even scherp stellen. Ja, hier steek je dus in met een vaste en dan met 3 stokjes in diezelfde opening. 1 2 3. Dan weer ga je weer 1 2 3 steken overslaan en in deze steek, daar maak je weer een vaste. En zo sluit je heel mooi die stokjes, die sluiten dan heel mooi aan. En het lijkt heel ingewikkeld, maar in dezelfde steek weer 3 stokjes. Maar het is gewoon een hele makkelijke steek, ook voor beginners om te leren. En op het einde van de toer, daar zie ik je weer terug. Tot zo! Ik ben al een heel eind verder gekomen en ik ben nu op het einde van de toer van de Scarfy Suzette Stitch, dus met een vaste en 3 stokjes. Je denkt in het begin, oh, ik krijg gaatjes, maar dat is helemaal niet zo, dat loopt allemaal heel mooi over. En op het eind, dan pak ik wel weer even een stopnaaldje erbij. Ik tel 1, 2, 3 en in die vierde steek hier. Hier moet je insteken. Je kan je haaknaald ook een beetje draaien, zodat je echt die haak pakt. En dan heb je echt 2 steken. Je pakt je draad, omslaan door 1, omslaan door 2. En je begint de nieuwe toer met 1 losse. En je draait je weer je werk. Je begint de toer weer met in deze opening met 1 vaste en 3 stokjes.
En dit is het. Je slaat weer 1, 2, 3 stokjes over. Je steekt in. Je maakt een vaste. En je maakt weer 3 stokjes. Je kan de video's altijd langzamer zetten. Ik ga ze ook altijd ondertitelen. Ook altijd heel handig om als je het stopzet dat de ondertiteling aanstaat. Ik doe ook meerdere talen zodat mensen uit het buitenland kijken ook. Ik krijg echt heel veel leuke berichtjes binnen. Ja, ik zou zeggen heel veel plezier met het maken van de Scarfie Cake Suzette Stitch. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en graag abonneren, hier op mijn foto klikken, de duimpjes omhoog, zet de notificatiebel aan en tot de volgende video. Tot ziens!